Café ontstond als overname van de favoriete koffiebonenzaak van Dick van Doorn en zijn vader. Nu mag hij zichzelf Fairtrade ondernemer noemen, omdat veel van de producten bij Fairtrade House of zijn. Foods verkoopt u voornamelijk Fairtrade of biologische producten. Waarom heeft u daarvoor gekozen? Enerzijds gaat het vaak hand in hand met kwaliteit. Mensen zijn bereid om een hoger bedrag te betalen voor een product wat biologisch is of wat Fairtrade gecertificeerd is. En als er meer geld betaald wordt voor een product, dan is er ook meer geld om aan de kwaliteit te werken. En daarmee pak je gelijk een stukje maatschappelijk verantwoord ondernemen mee. Dus dat werkt perfect samen. Vindt u het zelf ook belangrijk dat dat Fairtrade is? Ja. Nou, niet per se Fairtrade hoor. Kijk, het liefst heb je allemaal producten die en Fairtrade is en biologisch. Maar die producten zijn niet te betalen vaak. Dus ik vind het belangrijk dat je op een manier een vorm van maatschappelijk verantwoord inkopen doet. Heeft u gemerkt dat de vraag naar Fairtrade en biologische producten toeneemt? Ja. En dat, hoe denkt u dat het komt? Ik denk dat het in het geval van de Fairtrade producten, dat de afgelopen jaren met succes is het stoffige imago wat het toch wel had, is een beetje van zich afgeschud. Wat ik eerder al zei, hebben mensen de perceptie, wat ook vaak zo is, dat verantwoorde producten vaak ook kwalitatief goed zijn. En voor veel consumenten geldt ook dat ze de lokale ondernemer willen supporten. En dus bereid zijn om voor koffiebonen of thee die wij verkopen, die biologisch of Fairtrade gecertificeerd zijn, om daar een hogere prijs voor te betalen dan een koffieboon bij de supermarkt.